Mama, mama, wat zijn dat? Dat zijn doodparels, hè, mesje. Maar nog voor de elfenkoningin helemaal uitgesproken was, bukte ze zich om de zilte tranenparels van de wangen van haar ongedurige dochter te wrijven. Ik wil een ketting maken. En nu is alles kapot. En mijn schatje toch, mozaar. Maar ja, het was te pezen, hè. Zeg, morgen, hè? Wat is gewacht tot morgen? Wat pees je daarvan? De volgende ochtend zag ik een kleine elf haar bolle spiegelbeeld voorzichtjes bewonderen in een gloednieuwe rij glanzende dauwparels. De elfenkoningin keek me aan en knipoogde.